Vandaag zijn we bij Bibliotheek Overvecht. Daar is een lezing over laaggeletterdheid. We gaan even kijken bij deze lezing. We hebben vandaag een programma over laaggeletterdheid. Dat zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Ja. Taal doet meer. Wat is dat voor organisatie? Taal doet meer is een hele grote organisatie voor taalaanbiedingen. Vooral voor anderstaligen die de taal willen leren, die Nederlands willen leren. En die hebben heel veel programma's, heel veel vrijwilligers. Ik geloof wel iets van 1000 vrijwilligers in heel Utrecht. Je hebt natuurlijk te maken met autochtone mensen. Mensen die hier geboren en getogen zijn in Nederland, maar die nooit in staat zijn geweest om te leren lezen en schrijven tot een bepaalde leeftijd. Waarop ze ineens ontdekken van dat is toch wel heel graag wat ik wil, alsnog. En je hebt natuurlijk te maken met mensen van buitenlandse afkomst die hier later zijn gekomen en die het Nederlands nog totaal niet machtig zijn. Het kan zijn dat ze laaggeletterd zijn doordat ze bijvoorbeeld het ons schrift niet kennen, ja. Hè? Vanuit een Arabische taal. Ja, ja. Dus dan moeten ze ook al eerst in staat zijn om het Nederlandse alfabet te leren en te hanteren. Wat doen jullie in de bibliotheek aan dit probleem? We hebben allerlei soorten programma's. Denk bijvoorbeeld aan taalcafés, aan digicafés, maar we hebben ook verschillende soorten spreekuren. Dus waar mensen echt hulp kunnen krijgen bij hun vraag. Dat doen we gelukkig niet alleen. Dat doen we samen met onze partners. Digiwijs, Taal doet meer. En eigenlijk zien we dat steeds meer bij bibliotheken. De samenwerking met andere partijen in de wijk. Om vooral de mensen zo goed mogelijk te bereiken en verder te helpen. Kun jij wat problemen schetsen die de dokter heeft bij mensen die laag geletterd zijn. Of mensen die moeite hebben. En daar hadden we juist inderdaad een dokter uitgenodigd. En ze vertelde gewoon eerlijk dat zij op den duur een patiënt had. En die belde haar, einde van de dag, om te vragen welke medicijn wel of niet. Want het had te maken met een aandoening. En precies dat medicijn moest eruit. En dan nam hij, denk ik, de verkeerde toch in. Ja. En dan kwam ze later van, ik heb het zo uitgelegd. Toch heb je het gedaan. En toen kwam ze achter dat hij niet kon lezen. Ja. Dus weet je, dat soort voorbeelden. Maar ze gaf het ook een heel mooi ander voorbeeld. Dat één patiënt met alle brieven naar haar komt. En dan iedere keer afcheckt. Hè? Ja. En dan ook inderdaad ook een ander die zegt van, teken voor mij die klok. Hoe laat moet ik hier zijn? Ik hoorde net de huisarts ook zeggen dat vaak kinderen van eigen ouders niet weten dat vader of moeder laaggeletterd is. Dus dat vond ik heel verbazingwekkend. Deze mensen vertellen. En die komen mee naar buiten. Maar er zijn nog een paar duizenden die het niet doen. En daar moeten wij professionals achter komen. Dus wat wij in ieder geval als belangrijke taak hebben, is de omgeving proberen aan te spreken. Doe er iets aan. Want anders maak je, als altijd alles door jou wordt gedaan, voor hem en haar, maak je zo iemand helemaal afhankelijk. Ja, een keertje ben je er niet. En dan komt de vereenzaming dat je alleen blijft. Er is een soort programma dat mensen van de bibliotheek of vrijwilligers thuis gaan voorlezen bij de mensen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is iets nieuws wat we gaan doen. En dat gaat in oktober plaatsvinden. En daar roepen we eigenlijk iedereen zijn hulp bij om vooral bij de mensen thuis te komen. Inderdaad, een beetje gluren bij de buren idee wat jij net al zei. En dan voorlezen. En voor welke groep is dat bedoeld? Het is voor jonge kinderen. Voor jonge kinderen? Ja. Ja. En die nodigen mensen uit de buurt uit om het voorlezen te stimuleren. Ja. En normaliter was het altijd hier bij Santa de Biep. Maar nu wordt gevraagd, doe dat in de eigen vertrouwde omgeving. Ja. Dus mensen die laaggeletterd zijn en denken, ik zou wel iets meer willen leren van de taal, die kunnen hier in de bibliotheek bij jou terecht. Absoluut, absoluut. Elke donderdag tussen 1 en 3 uur zit ik hier als wegwijzer. En dan zoek ik een geschikt taalaanbod voor hun.